kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like Bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it and bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog van mij hier op dit kanaal. Nou, de bergen zijn leeg. Er zijn geen spullen meer, mijn tas is weg. Alles is in het werk gesteld om... Ja, alles is naar beneden om ingepakt worden in de auto. We gaan weer naar huis. Het is afgelopen. De vakantie is weer voorbij. Ik weet niet hoeveel vlogs ik gemaakt heb. Tot nu toe heb ik er 3. Ik heb al 3 vlogs heb ik al geëdit. De rest ga ik thuis doen. En het zit er weer op. De vakantie is weer voorbij. We gaan weer naar huis toe. Kijken naar de katten. Heb ik wel gemist, mijn 2 vriendjes. Dus ja, we gaan weer naar huis toe, jongens. Het is weer voorbij. De vakantie zit er weer op. Nou, verder is alles ingepakt en alles weg. Dus het is voorbij. Even kijken dat ik niks vergeten ben qua spullen. En dan gaan we weer naar huis toe. Nou, nog een keer de slaapkamer. Het zit er weer op. We gaan weer naar huis toe. Het is nou wel prachtig weer. Mooie blauwe, strak blauwe lucht. Maar wij gaan weer terug naar Spijkenisse. Nou, gaan we eens even kijken hoe het inpakken gaat. Daar gaan we nou even naar kijken. Oeh, zo. Nou, een keer die gevaarlijke trap naar beneden. Hop, moet ik aan het inpakken. En ik ben nog de laatste video aan het editen. 364. Hij staat op 58%. Dus gaan we inpakken en wegwezen.
En dat was mijn trip. Mijn trip naar Marveld. Niet veel gevlogd. Ik heb ook heel veel vakantie gehouden. En ik heb niet veel gevlogd omdat ik ook vakantie wou hebben. En het was een leuke vakantie. Ik heb in ieder geval wat kunnen filmen. Een beetje de omgeving gefilmd. Het huis hebben jullie gezien waar ik in zat. En vooral het bubbelbad. Dat was echt top was dat. Het was echt, echt een hele leuke vakantie. Ik heb ook nog een kleine lijst gemaakt van beoordeling over het park. Hoe ik het vond, wat er wel goed was, wat er niet goed was. Ik heb een kleine beoordeling gemaakt. Ik heb een paar cijfers gegeven voor Marveld. En hier komen de cijfers. De vriendelijkheid. De vriendelijkheid geef ik een 6. Waarom geef ik een 6? Niet iedereen was even vrolijk. Er zat iemand bij de supermarkt. Nou, dat was echt een Attila de Hun was dat. Echt, er kon geen lachje van af. En waren wel heel erg vriendelijk. Maar er waren ook een heleboel mensen bij. Waren niet echt vriendelijk, niet echt sympathiek. Een beetje nors. Nou is het Twentse volk al een beetje nors. Maar een 6 dus. Dan gaan we naar het huisje en de interieur. Het interieur van het huisje. Een dikke 9+. Ja, ik wou wel zeggen, ik had toch een 9+. Een 9+. Huisje is echt tip-top netjes. Schoonmaken kan wel iets beter. Dat geef ik maar een 6 ongeveer. Het huisje was niet echt helemaal schoon. Vooral bij het bad kwamen we nog een paar dingen tegen wat nou niet echt netjes was. Maar ongeveer het interieur, hetgene wat allemaal in het huisje was. Ja, geef ik toch wel een 9+. En die 9+ is natuurlijk ook wel heel erg te danken aan het bubbelbad. Het bubbelbad wat erin zat was echt super relaxed. Ik heb echt bijna elke dag heb ik erin gezeten. Ja, behalve dan de laatste dag natuurlijk niet, want dan ging ik naar huis toe. Maar voor de rest ben ik elke dag de whirlpool in geweest. Want het is gewoon zo relaxed. En vooral als je dan 's avonds gaat, vlak voor het eten, dan is het echt heerlijk om even het bubbelbad nog een uurtje in te gaan. En eventjes de watermassage en de luchtmassage even combineert. En dan is echt geweldig. Dan de dingen die te doen zijn in het park. Ja, ik heb hier een 7 staan, maar ik wil het eigenlijk geen 7 geven, ik wil het eigenlijk een 6 geven. Er zal best heel veel te doen zijn, maar buiten de zomerperiode is er eigenlijk niet veel te doen. Het is saai, er is niks te beleven. Het enige waar je kan zitten, dat is op het terras, daar zo. En als het terras gesloten is, dan is er eigenlijk ook helemaal niks meer. Dan is heel de sfeer gewoon helemaal weg. Daarom een 6 voor de dingen die te doen zijn op het park. Ja, buiten de periode. Zomer zal er echt heel veel te doen zijn, ook voor kinderen. Maar in de periode dat ik ben geweest, dat is net na de zomerperiode. En ook de periode dat het wat frisser wordt. En een beetje ook met mijn leeftijd, voor mijn leeftijdsgenoten. Nee, er is niet echt veel te doen als je buiten het hoogseizoen gaat. Dan de ligging en omgeving van het park, een 7, ook een 7. Prima te doen, hele mooie paden, mooie groene omgeving, schitterend. Jongens, hou het zo. Echt netjes. Er lag ook geen troep of rommel op de paden of in de bosjes. Er lag geen vuil op het park. En het was goed te doen. Dus een 7 voor de ligging in het park. Dan de ligging en omgeving buiten het park. Dus een beetje de omgeving buiten het park. Een 6. Ik ben heel vaak in Marveld geweest.
En ja, ik vind het achteruitgaan. De omgeving is niet mooi meer. Als je ook zag het brugje, ik zal het jullie nog een keer laten zien. Als je het brugje ziet ook, ja, het ziet er gewoon, ja, het is gewoon helemaal krakmikkig. Het is helemaal gestut met van die bevestigingsbalken om het tegen te houden. Niet mooi. En ook het, volgens mij was dat de vlog van gisteren. Toen we naar dat stuk liepen, zeg maar aan de andere kant van het park, het brugje over. Dat is gewoon helemaal dichtgegroeid. Normaal kon je daar wandelen en dan kon je een wandeling maken. Keek je ook op het park, keek je een klein beetje en je keek ook het water. Dat is gewoon helemaal dichtgegroeid. Wordt ook helemaal niet meer gemaaid, helemaal niks meer. Ja, een dikke, ja, een dikke 6. Een 6 min wil ik daarvoor geven. Het is niet mooi. Laat het gewoon weer zoals het vroeger was. Repareer de brug en onderhoud het groen een beetje wat beter. Want dit was echt, nee, ik vond het niet mooi. Dan de snackbar catering. De winkeltjes waar je wat kan kopen. Daar ook bij gerekend het restaurant en ook de snackbar. Ja, een 6. Niet goed. We wouden op een gegeven moment wat bestellen. Mijn moeder wou een rosé biertje kopen. Ja, sorry mevrouw, het is buiten het seizoen, dus het is er niet meer. Nou hebben we al een paar jaar terug, hadden we al een keertje een kipincident gehad in Marveld. Toen wou moeder wou kippenpootjes hebben, of van die kipkluifjes, van die kippenpootjes. En ja, dat moest besteld worden. Nou, dan vond ik dat wel heel erg raar. Maar ja, oké, dan bestel je zoiets. En je krijgt vervolgens krijg je gewoon geen kippenpootjes, maar kipfilet. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Nou, de snackbar was daarentegen was wel weer iets beter. Maar ja, nee, over het algemeen, ik ben ook nog eventjes langs de souvenirshop geweest. Of in ieder geval het winkeltje, daar kon je ook wat speelgoed of andere dingen kopen. Was ook niet echt veel. Ik wou nog een soort parkmascotte, wou ik nog meenemen voor iemand. Was er ook niet. Dus nee, slecht gedaan, niet veel keuze. En daarom dus een 6 voor ja, hetgene wat je kan kopen in Marveld. Dan de algemene indruk van het park. En dat geef ik toch wel een 8. Het is mooi, netjes. Als je het huisje hebt die wij hadden, dat is de MH-type. Dan heb je gewoon een bubbelbad. Een jacuzzi, of een jacuzzi erin. Een sauna erin. Je hebt 2 koelkasten. Een wasmachine, nou wat wil je nog meer? Gewoon prachtig, netjes, ja, over het algemeen wel schoon. Kan nog wel iets beter, maar over het algemeen is er best wel, zijn de huisjes best wel mooi. Best wel luxe ook. Ze hebben nu natuurlijk ook weer een nieuw huisjes gemaakt, dat hebben jullie gezien in de vlogs. Dus ja, algemene indruk. Een 8, een totaal indruk, een 8 voor Marveld Recreatie in Groenlo. Nou, dit was de vlog voor vandaag en dit waren dus de Marveld Recreatie Groenlo vlogs. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Over 1 of 2 maanden ga ik weer ergens naartoe. Dat zien jullie nog. Ik ga nog niet zeggen wat, maar dan ben ik een lang weekend ben ik weg. Dus zeker weten, blijven kijken naar mijn kanaal. Want er komen nog hele leuke video's komen eraan. En vlogs. En natuurlijk ook binnenkort weer Feyenoord vlogs. Als Feyenoord weer thuis speelt. In ieder geval de groetjes allemaal. Thanks for watching. Doe het duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is, like de video natuurlijk. En laat een bericht achter in de comments. Ook als je nog vragen hebt over Marveld. Ik ben er al heel vaak geweest. Laat een bericht achter in de comments. En dan
zal ik hem beantwoorden. In ieder geval bedankt voor het kijken allemaal naar mijn video's. En ik spreek jullie allemaal binnenkort weer, snel weer binnenkort, bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ik zou zeggen tot de volgende vlog. Bye bye. Doei.